Maar wij zorgen eigenlijk dat de mensen die het commando voeren, dat ze eigenlijk in real-time alle informatie hebben. Wat betreft beeldinformatie, ook wat betreft localisatie van de ploegen. En drones geven toch een bird's-eye view van een situatie die zich op dat moment afspeelt. Het netwerk is zeer belangrijk voor ons, omdat de mensen die eigenlijk gaan oordelen op basis van de beelden die binnenkomen, dat zij natuurlijk ook daar heel veel belang aan hechten. En dat ze niet alleen op radiocommunicatie berusten, maar ook een beeld zegt natuurlijk meer dan 1000 woorden. En de mensen gaan er ook meer en meer op voort en ze verlangen ook dat dat toch betrouwbaar is en stabiel.